Goedendag dames en heren, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. 35 minuten lang op TV Rijnmond praten over het Rotterdamse voetbal. Op de radio en online nog veel langer, zo'n minuut of 50, doen we vandaag met Henk van Stee. Tot voor kort de technisch directeur bij Sparta en nu even in rusten, min of meer. Vandaar ook die bruine kop waarschijnlijk. Oh, dat niet, zonder bankie. Dennis van Issel is er en Harry van der Laan. Je hebt een nieuw baantje toch, Henk? Nou, geen baantje. Ik ga iemand helpen, ja. Beetje, 2 uurtjes in de week. Ja. 2 uur in de week is 2 uur in de week. Bij ADO Den Haag, Dero Janmaat, die daar is neergezet als technisch manager. Die ga jij een beetje begeleiden? Ja, dat is een initiatief van de KNVB om de laatste fase van hun cursus, de laatste 6 maanden, dat ze iemand kunnen vragen die eigenlijk als buddy gaat spelen. Dus meer een klankbord, meer adviezen geven over een aantal zaken. En dat is eigenlijk 2 uurtjes in de week. We moeten het ook niet groter maken dan het is. Hoe ambitieus ben je zelf nog? Nou, ambitieus genoeg in, laat ik het zeggen, in een omtrek van 40 kilometer, laat ik het maar zo zeggen. Maar in het buitenland, ik heb genoeg aanbiedingen gekregen uit het buitenland. Maar ik heb met mijn familie afgesproken dat ik dat niet meer ga doen. Maar omtrek van 40 kilometer, dat kan alleen maar weer terug bij Sparta, bij Excelsior, bij Feyenoord of bij ADO. Ja, dat klopt. Daarvoor ben ik ook nog steeds Dordrecht thuis. Misschien ook nog. Kan ook nog rijden. Ja, nee, maar ja, dat is een grote club als PSV of Ajax, die ook allemaal op zoek zijn natuurlijk. Ja, ja. Dan is het natuurlijk ook wel aantrekkelijk, lijkt mij. Ja, maar oké, dat klopt ook wel. Dat zei het als iets anders. Anderlecht was het laatst ook, dat was een optie. Was ik een van de kandidaten. Maar uiteindelijk heb ik afgesproken dat ik mijn gezin dat ik in ieder geval al in Nederland blijf. Mm, okay. Ja. Gaat Dirk Kuyt het eigenlijk redden bij ADO Den Haag? Hij staat nu 17e met de ploeg. Ja. Dat is nog onder Dordrecht. Ja, daar hebben ze het elke week over. Ja. En ja, ik hoop voor ADO dat hij het goed gaat doen. Maar ja, je weet hoe het werkt, zeker bij een club van ADO Den Haag. Als dat niet goed gaat, ja, dan moeten er maatregelen genomen worden. En de buddy van de technisch manager heeft daar iets over te zeggen of niet? Nee hoor, beleidsmatig en eindbeslissingen, dat doe ik bewust niet. Ik ben er puur voor Daryl, om die te ondersteunen in een aantal zaken die eventueel kunnen komen. En processen aan te geven wat invloed zou hebben op zijn functioneren. Je know-how en je ervaring een beetje met hem delen. Het is trouwens extra opvallend, vind ik, dat ze eigenlijk de beste spits in huis hebben van de eerste divisie. En Verheid? Dat vind ik in potentie de beste spits van de KKD-competitie. En dat je dan zo laag staat, dat vind ik wel heel raar hoor. Mm-hmm. Harry, Feyenoord wint van Volendam. Ajax en AZ verliezen. Twente speelt gelijk. Feyenoord doet helemaal mee. Zeker. En zeker met het programma wat je nu nog even hebt. Hè? Donderdag tegen Cambuur thuis, zondag Excelsior thuis. Nou ja, als je dat normaal gesproken tot een goed einde brengt, dan sta je of eerste of tweede met de winterstop. Hè? En dan heeft Slot ook nog eens even 5-6 weken de tijd om het elftal nog wat beter te prepareren dan tot nu toe het geval is. Want er is nog heel veel op aan te merken, hè? Op het spel, de manier van spelen. Zeker als je het vergelijkt met vorig seizoen. En met het pressiespel, daar zie ik veel te weinig van terug dit jaar. Maar als ze dat nog kunnen verbeteren in die 5-6 weken die hij heeft, ja, dan doe je gewoon mee voor de titel wat mij betreft. Mm-hmm. Hoe makkelijk werd het Feyenoord gisteren gemaakt bij FC Volendam? Nou ja, ze liepen niet meer dan hinderlijk in de weg, hè, bij Volendam. En het is eigen, ze hebben gewoon de tweede helft hebben ze niet doorgezet, Feyenoord. Want ik had toevallig de radioanalyse. Ja, je kan ook een beetje aan je doelsaldo werken. Want daarin sta je wel een end achter op Ajax en PSV. En dat is dan wat je Feyenoord kan verwijten? Ja, natuurlijk. Nou ja, want het zou zomaar eens een hele lange strijd kunnen worden tussen die drie clubs voor de eerste twee plekken. En dan gaat doelsaldo toch echt doorslaggevend kunnen zijn. Mm-hmm. Je hebt nu juist die 3 wedstrijden, Cambuur thuis, Excelsior thuis en afgelopen keer dan Volendam. Dan moet je gewoon 13, 14 goals inlopen, bij wijze van spreken, als je het echt goed doet. Hè? Mm-hmm. En dan kan je even op vakantie met z'n allen. Maar dat lukte niet, Dennis, omdat het de tweede helft ook met name slordig werd aan de zijde van Feyenoord. Is dat logisch na zo'n wedstrijd afgelopen donderdag, zo'n zware in de Europa League? Ja, nog niet eens zozeer slordig. Het spel, zeker in het eerste kwartier na rust, lag gewoon heel veel stil. Hè? En de buit was eigenlijk al binnen. En helemaal eens met Harry dat dit een middag was waar Feyenoord zeker meer dan met 2 goals verschil had moeten winnen. Zo waren de krachtsverhoudingen. Maar zeker de eerste helft vond ik van Feyenoord, dat heb ik in het verleden echt wel eens anders gezien. Na een topprestatie tegen een van de mindere goden in de Eredivisie, vond ik Feyenoord bij de les. Vanaf minuut 1 straalde dat uit dat er maar 1 ding kon gebeuren. Geen enkele twijfel gehad heel die middag niet. Heb je daar als trainer ook even extra werk aan na zo'n mooie overwinning en een mooie succesbeleving donderdag tegen Lazio? Ja, dan moet je naar Volendam uit. Dan moet die scherpte weer terug.
Ja, maar oké, maar ik heb bewust ook die wedstrijd uitgekeken. En ik vond ze de eerste... Je zegt dan alsof het een opgave was. Ja, dat vond ik wel. Ik had natuurlijk daarvoor ook Utrecht bekeken. Je ziet zo verschrikkelijk veel wedstrijden zelf, ook buitenlandse voetbal. En dan kom je ineens naar Feyenoord Volendam. En dan denk je van, nou ga je ervoor zitten. Na 20 minuten dacht ik van, ja, waar kijk ik eigenlijk naar? En dat heeft niks met Feyenoord te maken, maar meer met de weerstand van Volendam. Waarvan je verwacht dat die er wel op zouden gaan kletsen. Omdat Feyenoord eigenlijk zo'n zware wedstrijd had gehad. En eigenlijk door dat Feyenoord, Volendam eigenlijk niet bovenop klitste. Want kreeg Feyenoord alle mogelijkheden om de eerste half uur misschien 4-5 goals te maken. En nou, ik heb niet met plezier gekeken naar die wedstrijd. Dat zeg ik heel eerlijk. Nee. Omdat ik met uitzondering van de eerste 20 minuten Feyenoord echt uitstekend speelde. En het is ook makkelijker, als je praat over scherpte, als je een heel goed resultaat hebt behaald in Europa. He, dan is de sfeer is goed, je voelt je pijntjes en de vermoeidheid minder. Maar als het een hele moeilijke thuisnederlaag was geweest tegen Lazio, dat had ook gekund. He, dat je zo met 2-0 onderuit gaat en dat je uitgeschakeld bent voor Europees voetbal. Maar toch is in het verleden, dan, Harry, bij bijvoorbeeld neem de thuiswedstrijd tegen Porto die Feyenoord won. Speelden goed en een paar dagen later naar Fortuna Sittard uit. Ja, nee, het is geen schim van de ploeg. Het is ook geen wet van mede en persen, maar het is normaal gesproken heb je minder last van vermoeidheid en pijntjes als je een goede resultaat hebt. Zullen we het even aan de trainer vragen? Arne Slot, in hoeverre hij het lastig vond om de scherpte na dus die mooie wedstrijd tegen Lazio weer terug te brengen in zijn ploeg. Of als een wedstrijd wel of niet gewonnen wordt, helpt dat niet altijd aan scherpte liggen. Dus nu hebben we gewonnen en hebben we scherpte. En als we 33 doelpogingen krijgen tegen Fortuna, dan hebben we geen scherpte. Dus daar kijk ik als trainer dan met andere ogen naar. Maar we hebben wel gesproken over als wij winnen van Twente thuis en van AZ uit, dat we ook een fantastische week achter de rug hadden. En dan speel je een week later tegen Fortuna. En ik zei al, we hebben veel kansen gehad, maar ik vond ons wel slap beginnen de eerste helft. Als het gaat om druk zetten. Dat leidde niet tot kansen voor hun, maar je hebt wel 45 minuten laten liggen. En zorg nou dat als je een momentum kan hebben met elkaar, dat je hem ook niet te makkelijk weggeeft. Want toen gaven we dat momentum weg, met als resultaat dat we één keer gelijk speelden. En in Europees verloren, en dat dan iemand van het AD mij de vraag stelt, dat er van de laatste 4 wedstrijden maar 1 keer gewonnen is. En dat is feitelijk, dan feitelijk klopt juist, dat dan ook. Ja. Dus als je dat momentum hebt, geef het dan niet. En het momentum hadden we natuurlijk wel door de overwinning die afgelopen donderdag fantastisch was. Maar toch ook wel met een klein beetje geluk tot stand kwam. Maar ze zeggen altijd, hoe harder je werkt, hoe meer je geluk je afdwingt. Het lijkt een beetje op jou. Mijn collega Mikkel Schouka van het AD, die wordt zo'n beetje elke persco met naam en toenaam. Ja, hij lijkt wel een beetje op jou, vind ik trouwens, Slot. Namelijk, dat hij zijn eigen humor heel erg leuk vindt. Ja. Maar dat is toch mooi? Je moet het naar je zin hebben in je eigen hoofd. Dat kan de trainer van Feyenoord ook heel goed. Ja, mooi. Was het logisch dat Danilo weer in de spits stond en dus niet de matchwinner van afgelopen donderdagavond? Ja, op het moment is hij de topscorer. Ja, nou, hij scoort met name in uitwedstrijden. Alleen maar, Henk. Oh ja, dat is acht keer gescoord, alleen maar in uitwedstrijden. Maar het is een uitstekende spits. Met name als er veel ruimte is, dan weet hij dat goed te benutten. Ja. En daar hebben we met die thuiswedstrijden, als Feyenoord toch eigenlijk meer op de helft van de tegenstander speelt. En het wordt wat opportunist. Ja, dan mist hij echt de lengte, de targetman om het af te werken. Hij heeft ook wat ruimte nodig. Nou, ik tegen Volendam had ik na een kwartier, 20 minuten. Nou, dit had nou juist een partijtje voor Jiménez geweest. Want omdat er heel veel gebeurde in de 16, veel gerommelballen die er net tussen vallen en dat soort dingen. En dan is hij eigenlijk op zijn sterkst. Als er wat meer voetballend geëist wordt, zeg maar, meer technische zaken. Want die discussie is ook met de jongen bij PSV, dat hij voetbaltechnisch enigszins op een lager niveau zit, maar wel enorm veel rendement natuurlijk in zijn spel heeft. En dat is met Danilo, zit dat er een beetje tussenin nog. Hij kan goed voetballen, maar het rendement moet eigenlijk wat hoger. Want hij heeft 6-7 goals nu. 8 goals. Dat is best redelijk. Maar toch heb je het gevoel dat het nog te weinig is. Ja, zeker gisteren schiet hij natuurlijk een paar keer recht op de doelman af. Dat zijn serieuze mogelijkheden. Ja, je hebt het gevoel van dat hij te weinig scoort. Terwijl hij er al 8 in heeft liggen. Maar dat heeft toch te maken met dat we hebben echt een top 5. Top 5, top 6 in Nederland. En daaronder is het wel eens heel veel zwakker dan de top. En daarom zijn er veel kansen en wedstrijden om makkelijk goals te maken. Maar Harry, is het niet ook nog een ander probleem bij Danilo, die dus inderdaad nu 8 keer gescoord heeft, maar al die 8 doelpunten buitenshuis heeft gemaakt? Ja. Kuipvrees. Ik denk dat het is, Bart. Kuipvrees. Ja, nee, dat even ook wel eens met Henk, dit is een stokpaardje van Harry, want die gelooft hier namelijk. Ik geloof niet in dus kuipvrees. Iedere keer als ik het kan benoemen, dan... Nee, want er is ook geen arenavrees, heb ik nog nooit van gehoord. Er is ook een groot stadion en ik heb al die stadions, is nergens vrees, alleen in de Kuip. Bestaat het kuipvrees? Ik vind het heel eigenaardig.
Ik vind wel. Ik denk van wel. Oh. Ik ben het niet eens met Harry. Absoluut niet. Want, Harry, slijp je mes even. Nee, helemaal niet. Ik ben benieuwd naar zijn uitleg. Kijk, Harry is zelf een speler geweest met heel veel flair. En die heeft de maling aan, die vindt dat leuk. Maar ik heb spelers meegemaakt bij Feyenoord. Nelon. Ja, elke bal die hij kreeg, die speelde die zo snel mogelijk terug. Die spelers gingen zichzelf verstoppen. Ja, omdat ze op het moment, als het niet goed ging met Feyenoord en een bal verkeerd werd gegeven, je werd gelijk gefloten. Nou, dan moet je echt sterk in je schoenen staan. Kijk, als het goed gaat bij Feyenoord, dan is het geen probleem. Maar als het wat minder gaat, is het wel degelijk kuipvrees voor een aantal spelers. Dan moet je sterk in je schoenen staan. Nou ja, voor mij is het gewoon gebrek aan kwaliteit. Dat beweer ik dus. Ja. Hè? Ik zeg, je bent gewoon niet goed genoeg om bij Feyenoord te spelen als jij niet kan leveren. En dat is helemaal geen schande. Een grote club met heel veel druk en alles eromheen. Maar dat geldt ook voor Ajax en PSV. Die hebben precies hetzelfde. Er zijn ook spelers die het net niet redden. Alleen is bij Feyenoord jarenlang geweest dat ze met een kleiner budget moesten werken. En ten opzichte van Ajax en PSV. Dus ook nog steeds moeten zij op een ander niveau ook spelers inkopen. En de kans dat er dan een speler mislukt is veel groter. Ja. En dat is, Arnese heeft natuurlijk dan volgens mij heel goed werk gedaan de afgelopen twee jaar. Hè? En daardoor zijn de aankopen een stuk beter uitgevallen. Maar er zijn ook jaren geweest dat dat enorm tegenviel. En dat je dus altijd maar er tegenaan zat te hikken om die aansluiting weer met Ajax en PSV te krijgen. En alleen maar met incidentele jaren deed je mee. Met Van Bronckhorst nog een keertje in 2017 is dat alweer, geloof ik. Ja, ja. Nou, dat was de laatste keer dat je echt weer voor de titel speelde. Nou. Hey, maar Henk, Harry noemt de naam van Arnese. Feyenoord is al een aantal maanden zonder technisch directeur. In hoeverre beperkt dat een club op dit moment? Ja, allereerst vind ik het echt jammer dat Arnese niet de credits heeft gekregen voor het beleid. Want als jij kijkt, voor Arnese er was het nou niet dat je zijn roze geur en maneschijn hebt. Fantastische trainer aangetrokken. Jeugdopleiding heeft hij een input gegeven. Goede spelers aangetrokken. Maar je geen credits? Voor mijn publieke opinie toch wel? Nou ja, maar... Of bedoel je binnen Feyenoord misschien Binnen Feyenoord vind ik niet. Ik vind dat hij echt door de voordeur is hij wel weggegaan. Maar dat wel meer gemogen wat mij betreft. De rode loper had moeten worden uitgelegd. Ja, ik vind dat te vaak met technische directeuren die daarvoor hebben gezeten. En dat die te weinig credits krijgen. Want het is altijd een groot voortraject. En nu is Feyenoord, heeft geen technisch directeur. Nou, terug naar mijn vraag, in hoeverre is dat nu beperkt? Ik vind het jammer, want ik vind dat Feyenoord bewezen heeft de afgelopen jaren dat een technisch directeur heel belangrijk is. En waarvoor ze de constructie gaan veranderen, of misschien is die al veranderd, dat verbaast me. Die constructie die willen ze veranderen door van een technisch directeur naar een technisch manager te gaan. Ja. Jij hebt dat bij Sparta precies vice versa gedaan. Ja. Wat is het, anderhalf jaar geleden? Je was technisch manager en je werd technisch directeur. Wat verandert er dan precies in het beleid en in jouw bevoegdheid? Nou, met name, een technisch directeur die kan zelf beschikken over zijn budget. Ja? En de manager niet. En een technisch manager moet altijd toestemming vragen aan een algemeen directeur. En dat kan wel eens een keertje botsen. Ja, en daar krijg je ook conflicten door. En ik vind nog wel, als je technisch directeur bent, jij bent verantwoordelijk voor het technisch beleid. Doe je het niet goed, dan kan een algemeen directeur zeggen, joh, bedankt voor je bewezen diensten. Ja, ik vind niet dat een algemeen directeur kan zeggen tegen een technisch manager, jij doet het niet goed. Want hij is zelf ook mede verantwoordelijk voor het aantrekken van spelers of beleidsmatige zaken, zoals scouting, opleiding, is hij ook mede verantwoordelijk voor. En die willen altijd wel een stem hebben in dat beleid. Daarvoor vind ik het heel jammer dat Feyenoord niet door is gegaan met een technisch directeur, omdat dat succes heeft opgeleverd. En hoe wenselijk is het dan dat de huidige algemeen directeur, Dennis de Kloeze, nu die rol een beetje lijkt in te vullen en dus eigenlijk de rol misschien wel wil gaan uitbreiden door een manager aan te gaan stellen? Ja, maar dat is een keuze van Feyenoord. Maar wat dat vind je van die keuze? Ja, ik zou het niet doen. Maar daar is de Raad van Commissarissen voor om te zeggen, nee, waar onze structuur is, dat wij gewoon werken met een driehoek wat in het verleden goed gewerkt heeft. Waar zullen we daar niet mee doorgaan? Maar wat is het verschil tussen een technisch manager en een technisch directeur? Dat legt hij net uit. Dat is net zo. Verantwoordelijkheid. Kijk, als jij een budget hebt, zeg maar, laten we zeggen van 10 miljoen. Maar het is toch alleen maar de naam? Dat doe je toch hetzelfde werk? Nee. Je moet altijd rapporteren aan de algemeen directeur. En als je technisch directeur bent, rapporteer je aan het bestuur. Aan de Raad van Commissarissen. Maar daar zitten over het algemeen geen voetbalmensen natuurlijk. Nou ja, Jacques Troost zit er toch in, dan andere mensen. Zie je het? Nee. Nee, maar ik vind, sorry Jacques. Nee, maar ik vind het is heel fijn voor een technisch directeur dat hij met zijn professionals, met de hoofdtrainer, met je hoofdscouting, dat hij kan zeggen, ja, we gaan hem binnenhalen. Ja? En dat je niet terug moet koppelen naar een algemeen directeur. Dat kan soms wel eens botsen, zeker als het wat minder gaat binnen een club.
Als het goed gaat, dan gaat iedereen mee. Maar is misschien ter verdediging van Feyenoord, Henk, een argument om geen technisch directeur te willen aanstellen nu, omdat ze er niet zijn? Ja, jij bent misschien beschikbaar, maar ja. Zie Ajax, zie PSV, ze zijn niet in staat op dit moment om een... Zie de KNVB trouwens ook nog, niet in staat om een fatsoenlijke technisch directeur aan te stellen. Nou ja, ik denk dat het wel eens even, als je goed gaat zitten, dan zijn er altijd wel mensen waar je denkt van, die zijn gepokt en gemazeld en die kunnen dat doen. Kun je wat namen droppen dan? Nee, dat bij die clubs weten ze het niet. Nee, dat ga ik niet doen op dit moment. Wat is de reden dan, Dennis, waarom het zo lang duurt, waarom Feyenoord nu al lange tijd zonder technisch directeur / manager zit? Nou, hierbij met als je het invult inderdaad en dat wordt onderzocht om het als technisch manager te doen, dat geeft wel weer mogelijkheden om mensen intern door te schuiven. Mensen waarvan je intern dus ook misschien vindt van, nou ja, voor technisch directeurschap is het nog te licht, nog te vroeg. Dat kan op deze manier wel, waardoor iemand dan dus onder de algemeen directeur Dennis de Kloeze valt. En dan verandert er eigenlijk niet zo gek veel aan hoe het de afgelopen transferperiode is gegaan natuurlijk. Want daarbij is, stel je schuift iemand uit de scouting door. Die zijn nu ook heel erg nauw betrokken geweest bij alle transfers die de Kloeze dan vervolgens heeft afgehandeld. Dus dan zou er qua werkwijze weinig veranderen aan hoe de afgelopen transferzomer is gegaan. Want toen heeft de Kloeze al even uit het hoofd. Lopez, Gimenez, Boujoude zijn op zijn konto via zijn netwerk, de Kloeze, al naar Feyenoord gekomen. Ja, en ook vanuit de scouting. Dus dat is een wisselwerking. Maar de Kloeze heeft uiteindelijk al die onderhandelingen en de daadwerkelijke contractondertekeningen. Ja, toch blijft het toch raar dat een niet-voetbalman de transfers doet. Nou ja, hij is technisch directeur geweest in Mexico. Jawel, maar hij heeft toch zelf geen enkele voetbalachtergrond, bijna. Nee, als amateur alleen. Ja, nou ja, dan is het toch heel raar om op dat niveau eigenlijk de eindverantwoording te hebben over die speler wel, die speler niet. Ja, maar het is ook niet, hij heeft zelf ook, ik heb hem niet al te lang geleden volgens mij na AZ uit nog gesproken, dat hij ook aangeeft van ja, dit is niet de situatie hoe we hem ideaal willen. En dit was ook eventjes handelen met hoe het met de gezondheid van Arnes was. En nog steeds blijft het plan dat er uiteindelijk iemand anders inderdaad wel de technische zaak in zijn portefeuille heeft. Szymanski op 10, is dat de plek waar hij moet staan? Ik denk dat hij ook wel kan spelen. Overal? Ja, nou, in ieder geval voorin. Het is een man met een geweldige basis in benen. Ziet het spelletje ook wel. Ja, soms voor een trainer is het, je ziet het nou ook weer bij PSV. Met die Simons. Ja, je speelt wel aan de buitenkant, maar je speelt ook wel aan de binnenkant. Ja, dat is de tactische keuze van een trainer. Maar ik vind het wel leuk om te spelen om naar te kijken. Die goal. Ik hou van de wisselwerking. Ja. Hè? Dus hij kan met Dilgersson, die starten dan vanaf rechts. Dan kan je helemaal prima even loslaten. Ik denk dat het zelfs die Pachau, dat hij ook wat vrijer moet gelaten worden. Dat is toch ook een dribbelaar. En die kan je ook, als de posities maar bezet zijn, op het moment dat er balverlies geleden wordt, hè, dan moet je goed staan altijd. Maar zo gauw je door elkaar heen beweegt, is dat ook veel lastiger verdedigen natuurlijk. Veel verrassender. Je spits moet je zoveel mogelijk toch wel centraal houden, vind ik, want dat moet een aanspeelpunt zijn. Maar die drie daaromheen, zeg maar, de rechts, links en de nummer 10, die moeten lekker door elkaar heen bewegen en dan krijg je volgens mij veel variatie. Ik wil trouwens wel nog zeggen dat vleugelspel is nog steeds niet goed, hoor. En ik op rechts vind ik prima met Geertruida en verdedigend zal het allemaal wel kloppen, maar die speelt in balbezit altijd helemaal aan de binnenkant. Die staat bijna centraal op het middenveld. Was daar mis mee? Nou, omdat aan de rechterkant heb je dan een buitenspeler die het helemaal alleen moet uitzoeken en vooral ook in verdedigend opzicht veel meer nog moet doen, omdat er bijna niemand in zijn rug zit in de omschakeling. Is dat ook de reden waarom als Wallenmark invalt dat die staan rechts niet te voetballen meestal dan? Ja, maar het is gekke met die Wallenmark. Of het is fantastisch waar je naar zit te kijken, je zit te kijken naar niks, zoals echte, gisteren. Een echte vleugelaanvaller, hè? Jawel, maar heel veel vleugelspelers hebben dit herbergen, dit in zich. Nee, maar vooral aan de rechterkant zie je, was vorig jaar ook al veel minder dan de linkerkant. Hè? Toen had je Malasia die aan de buitenkant speelde met Sinisterra. En Malasia die buitenom kwam of af en toe eens een keer binnendoor. Maar die zorgde wel voor afleiding, voor Sinisterra, zodat hij zijn acties goed kon maken. Aan de rechterkant had je Jaanbaks veel, maar dan had je ook Geertruida die helemaal aan de binnenkant speelt. Dus Jaanbaks moet het dan alleen uitzoeken. Er komt nooit eens een overlapping, waardoor hij ook die variatie kan doen van wel of niet buitenom. En voor de verdedigers was het dan ook veel moeilijker. Al met al, Henk, Feyenoord is derde. Gelijk in verliespunten met PSV. 1 punt achter Ajax. Is de groei ingezet? Ja, heel knap. Zeker als je ziet dat je zoveel spelers bent kwijtgeraakt. Vind ik het geweldig wat Feyenoord presteert. En ja, het is nu te hopen dat ze de komende twee wedstrijden, dat ze die echt 6 punten gaan halen. Want dat is vaak als Feyenoord net kan aanhaken, dan laten ze het afweten. Maar ik zie bij Ajax nog heel veel problemen komen. Daar staat tegenover dat PSV nu wel het heilige vuur heeft gevonden.
Maar Feyenoord, ja, tussen die drie ploegen gaat het. Zeker. En, ik hoop dat Feyenoord in ieder geval minimaal tweede wordt. Ja. Moet kunnen, Arie, toch? Je zit er in ieder geval bij. En nogmaals, en Henk zegt terecht, die twee moeten wel gewonnen worden, die twee wedstrijden. Dan ga je met een goed gevoel die winterstop in. En dan zit je er gewoon volop bij. En kwestie van, even die ploeg moet toch wel wat beter gaan spelen. He, want Slot zei volgens mij vorige week dat... Over die groei? Ja, dat hij de afgelopen twee maanden enorme groei gezien. Ik heb dat niet gezien. Volgens mij speelden ze drie maanden precies hetzelfde geleden als nu. Ik zie geen enkel verschil. Kijk even naar de resultaten. Ja, volgens mij doelde hij toen wel op de groei vanaf Lazio uit... Naar wat ze. Nee, maar kijk naar het veldspel gewoon. Dat is nog steeds, het vleugelspel is nog steeds niet goed. Het moet vooral vanuit de as gebeuren. En dat staat goed. Maar dat stond drie maanden geleden ook al goed. Het is zo bij Feyenoord op dit moment is dat het kwaliteitsverschil tussen die top 5, wat je net hebt aangegeven, en de rest van de competitie is zo groot. Ja. Ja, waardoor je eigenlijk Feyenoord eigenlijk die kleintjes, noem ik maar kleintjes, worden dan makkelijk gaat winnen. Nu. Maar namelijk in die topwedstrijden, doordat ze in de omschakeling heel goed zijn. Met die spelers die ze hebben, met een Danilo als er ruimte is, dat die grote wedstrijden dadelijk bepalend gaan worden. En omdat Feyenoord niet zo verschrikkelijk veel punten gaat laten liggen tegen die kleinere clubs, omdat die kleinere clubs, het niveau is veel te groot. Maar kijk even, ik verschil van ten opzichte van vorig seizoen. En nu, hè, met het pressiespel. Ja. En, dat was echt genieten soms. Hè. Dan was je de hele elftal druk op de bal. Ja, er werden ook heel veel ballen veroverd op de helft van de tegenstander waar een goal uitkwam. Maar is een nieuwe ploeg dit? Weet ik wel. Precies. Ja. Nee, maar nou, hij haalt het over progressie. Hij had heel veel progressie gezien de afgelopen twee maanden. En die zie ik niet zo op dit moment. Weet je nou toegezongen, Dennis? Yes, aan de dijk? Ja, dat was apart. Ja, vanuit het uitvak. Je naam gescandeerd. Wel grappig toch? Ja. Ik zat met mijn koptelefoon op, dus ik had het eerst niet door. En toen ik het wel hoorde, vonden ze leuk. Hartstikke maar het was ook een middag met heel veel, er was geen enkele twijfel. Ja, dus er ontstond ook bij ons op zender, ontstond er heel veel meligheid. Naar het teken dat de buiten al binnen was. Henk, van de nummer 3, Feyenoord, naar de nummer 6, Sparta. Ja. Wat doet het met je, hoe de club op dit moment presteert? Ja, geweldig. Ik ben nog steeds supporter. Ik ga naar Sparta kijken, maar Excelsior, Feyenoord. Ik ga bij elke club gaan kijken. Maar Sparta, die hebben natuurlijk wel een streepje voor. En ik moet zeggen dat ik aan het genieten ben van Sparta op dit moment. Steekt het je niet, nu je weg bent, nu er een nieuwe technisch directeur is? Ja, die vragen die heb ik meer gekregen. Allereerst, ik stel het originele vraag voor. Nee, maar niet. Luister, ik ben zelf opgestapt. Het was toevallig in november een jaar geleden. Hè? Ja. Ja, omdat het wat oneenigheid in de club was. Maar vergis je niet, wij hebben wel een voortraject gehad van een aantal jaren. Toen ik binnenkwam waren ze gedegradeerd, zijn we gepromoveerd, zijn we elfde geworden, zijn we achtste geworden. En toen we achtste werden gewoond, dat was in juni. En drie maanden later, zo werkt de voetballerij, is het niet goed. Maar veel belangrijker voor Sparta was... Ja, is niet goed. Je was zelf ook niet tevreden over die transferzomer. Nee, hè? Natuurlijk niet. Maar dat wilde ik juist zeggen. Juist, er werd natuurlijk heel veel geld binnengehaald. En zowel Henk Vrees en ik hadden een idee hoe wij de komende jaren een stabiele eredivisieclub kunnen worden. En daar horen natuurlijk financiën tegenover te staan. Mm-hmm. Nou, door wat voor reden ook, ik laat me daar niet meer over uit... is niet geïnvesteerd, voldoende geïnvesteerd, om in principe die doorstart te maken die wij graag wilden. En die over de zomer van vorig jaar, hè? Ja, en dat is gelukkig na heel veel problemen stuk hersteld in de winterstop. En uiteindelijk is er voor Sparta begrippen heel veel geld geïnvesteerd weer in het nieuwe seizoen. Zowel in spelersalarissen als niet te vergeten in transfers. Dat is weer afgelopen zomer. Ja, natuurlijk. Maar die zomer daarvoor, toen jij daar nog verantwoordelijk voor was, had je toch 750.000 euro in de portemonnee om uit te geven. 100% niet. Ja, dat heb ik al vaker gezegd. Dat was één dag voor de sluiting. Want ik kreeg dat geld te keren van Laros Duarte. Kregen we pas. Want Laros Duarte had de wedstrijd nog tegen Go Ahead meegespeeld. Maar onder druk van Groningen. En dat is de contract opliep. Hebben we hem toch laten gaan. En op de laatste dag van de transfer mocht ik die met geld investeren. Nou, toen zijn we bij Wouter Burger terechtgekomen. Ja. Ja, die heb op het laatste moment, we waren helemaal akkoord, die heb dan voor Basel gekozen. Ja. Dus we hadden geen tijd om een andere te zoeken. Dus het geld was er wel, alleen het was er voor jou te laat. Laatste dag. En met Norm, wij, Henk Vrees en ik hadden het idee dat we qua begroting door zouden groeien. Hetgeen eigenlijk dit jaar is gebeurd. Ja. En daar ben ik ben alleen maar blij en trots dat hetgeen we toen die tijd hebben afgesproken, dat en dat is net vierde jaar niet gelukt, om wat voor reden ook. Maar dat is dat een jaar daarna wel hebben gedaan.
Want heeft het wel, dat doet jou geen nee, zeer... Want het geld wat we verdiend hebben, vergis je niet. We hebben natuurlijk giga veel geld verdiend in die afgelopen 3 jaar. Ja. 13 spelers verkocht. En dat geld wordt nu gebruikt om de spelers aan te stellen. Maar ik zal me wel af te vragen, Henk. Ik bedoel, in die periode ging het wel wat minder in dat seizoen. Uiteindelijk het ging nog veel minder ook daarna. Ja. Uiteindelijk besluit de huidige technische directeur dan om eerst Rankovic en in zijn kielzog dus ook daarmee Henk Vreese weg te sturen. Ja. Had jij dat ook gedaan? Nee. Maar dan mag ik het even invullen. Dan was Sparta misschien wel gedegradeerd. Nou, maar ik vind ook, laat ik even zeggen, Sparta dat Stijn het heb overgenomen en het geweldig heb gedaan. Met ook, je moet ook een beetje geluk hebben, maar want als Vieter van Kruij die bal er niet inschiet. Die vrije trap. AZ. Een hele andere situatie. Maar dat had ik waarschijnlijk niet gedaan, nee. Nee. Omdat je natuurlijk in die 3,5 jaar met Henk Vreese geweldig hebt gewerkt. Ja. Ik heb wel Henk Vreese aangegeven, u luistert eens. Ik ga nu weg. Ja. En misschien is het verstandig dat je ook weggaat, want je kan het niet meer goed. Je hebt 3 jaar heb je het geweldig gedaan, maar dit ga je niet winnen. Want we hadden ook wel een beetje de pech in de voorbereiding, dat wij toen we de play-offs hadden gehaald met Sparta, wat de euforie was. Europees voetbalplay-offs, voor de duidelijkheid. Ja. En dat spelers als La Ros Duarte, Appi Harrowi, die waren al met hun hoofd bij een andere club. Maar ook, hoe gek het ook klinkt, Bart Vriends, Smeets en T hadden hele goede aanbiedingen van buitenlandse clubs. Ja, en die hadden ook zoiets van, ja, ik wil eigenlijk wel werk, ik wil meer geld verdienen. Volgende avontuur longt, ja. Ja, en dan had je nog Dero Duarte en onze vriend Jans, die hadden een zware corona voor 3 weken. Dus onze voorbereiding was dramatisch. Ja. Ja. Dus het is een samenloop van omstandigheden en totaal niet rancuneus. Ik ga met heel veel goed in Sparta kijken. We zien je ook inderdaad gewoon op de tribunes zitten. Uiteraard. Dat is op zichzelf mooi. Maar hoe kan het, Harry, dat dit Sparta zonder nou echt groots te spelen, zonder enorm verschil te maken, ook niet in de wedstrijd tegen Vitesse, gewoon met 4-0 wordt verslagen? Hoe maken ze dat verschil? Ja, omdat de ploeg loopt over van vertrouwen. Hè. Dat zie ik vooral vanuit de achterste lijn, zie je dat heel goed. Hè. Die Vriends en Ouwe Sar, die zie je met heel veel uitstraling spelen. Hebben er echt vertrouwen in. En hebben ook vertrouwen in de spelers voor hun. Ouwe Sar, haal nog even de bal de lijn. Je hebt een goede spits gekregen. Je hebt een paar, ik vind, Mijnans is helemaal opgelopen. Die is helemaal, die goal, want die was natuurlijk eigenlijk op een zijspoor min of meer bij Henk Vreese. Want ja, die speelde toch meer, wat noemen we dat dan tegenwoordig, betonvoetbal. Hè, maar die speelde verdedigender en die was toch meer vanuit een soort degradatievoetbalsituatie aan denken, hè, voor zijn elftal. Nou, niet meer. Nee, nu is dat niet meer. Maar dan kan je ook een jongen zoals Mijnans maken dan, ja, die komen helemaal tot bloei dan. Hè. En hij heeft gewoon hartstikke leuke spelers. Ik vond trouwens dat Stijn een beetje te verdedigend starten aan dit seizoen. Maar dat is hij echt aan het veranderen. Ik zag nog pas een interview van hem, dat hij echt ontevreden was omdat er te weinig pressie gespeeld werd. Dus hij heeft dat wel veranderd in de loop van dit seizoen. Hè? Ja. Dus hij begon een beetje, nou, iedereen kent nog die wedstrijd tegen Heerenveen uit beginnen. Mm. Hè, de eerste wedstrijd. Maar dat heeft hij toch nog wel een aantal wedstrijden zo gedaan. En toen dacht ik in eerste instantie nog, zou dat soms door je centrum komen? Hè? Ouwe Sar Vriends, op leeftijd. Hè? We vinden het niet prettig om met heel veel ruimte achter zich te spelen. Maar ook die zie je gewoon heerlijk vooruit verdedigen met het spul. En dat is echt heel knap dat hij ook in de mentale opzicht het elftal heeft weten te veranderen daarin. Ja. Ja, maar dit is, ik vind het wel bij je zeggen dat een aantal spelers, omdat je zoveel diepgang hebt in het elftal, dat betekent altijd dat achterin bij de tegenstander mensen niet echt door durven te dekken. Dat je, daardoor is je achterhoede wordt ontlast bij Sparta. En ik vind het zo knap, met name ik vind die scouting van Sparta onder leiding van Jesper van Gudde. Die heeft aangesteld, Jesper Gudde? Ja, dat is niet relevant. Die heb ik inderdaad aangesteld. Maar die heeft toch bewezen dat al die spelers die aangetrokken zijn door Sparta, die komen uit zijn koker met de scouting. En dat Gerard die binnen hebt kunnen halen, alle lof voor Sparta. Sparta ook nog heeft, is natuurlijk een aardige bank. Hè? Ze hebben wat te wisselen. Als je dat vergelijkt met Excelsior bijvoorbeeld. Hebben ze nog een paar geblesseerd. Als die ook nog terugkomen, heb je gewoon een hele brede selectie. Hè? Namli, Guzman. Ja. Hè? Dat zijn toch spelers die... die 4-0, de overwinning in de Gelderdoom, zaterdagmiddag. En de eerste helft was bij Sparta eigenlijk nog niet eens helemaal zoals het zou moeten gaan. Ja, ik vond de eerste helft ook moeizaam.
Ik vond op het moment dat wij echt hoogte druk erop zetten bij Vitesse, dan maakten zij fouten. Daar profiteren we een aantal keren van. Het was redelijk onrustig bij hun achterin. Om een of andere reden gingen wij teruglopen. Dus daar was ik niet blij mee. En ik vond ook ons aan de bal ook slordig in de eerste helft. Zeker de jongens die vaardig zijn, die waren toch met 1-2 passes waren we de bal weer kwijt. Dus in de rust aangegeven dat we gewoon nog steeds hoogte druk erop moeten zetten. En met name die jongens aan de bal gewoon een stuk zuiniger zijn. Ik denk dat de tweede helft het eigenlijk tot aan die goal ook nog wel redelijk gelijk opging. We gaven niet zoveel weg, we creëerden ook niet zoveel. Dan valt die bal binnen en dan speel je eigenlijk wel een gewonnen wedstrijd daarna. Zeker een gewonnen wedstrijd, omdat Lauritsen er dus 2 maakt. Verschuren 1 keer een goal maakt en weer 2 assist geeft. Als het dus gaat om, die heb jij dan nog gehaald, die Verschuren. Heb ik niet gehad. Heb je die niet gehaald? Vita van Krooi, Mijnans en... Van Schuren ook, was je net weg? Ja, was ik net weg. Was je net weg. Ja. Het zijn allemaal goede spelers, zeker voor het niveau van Sparta natuurlijk. Ja. Maar de goals die hier gemaakt werden, waren natuurlijk ook geen verkeerde. Hè. Die eerste is natuurlijk slecht verdedigd, maar de manier waarop hij wegdraait en hem afmaakt, en die dat legt. Is gewoon uitstekend. Ja, maar Mijnans is... Dit was van Lauritsen. Maar die Mijnans is natuurlijk ook een openbaring op dit moment. Ja. Wat een doelpunt was dat, zeg. Ja, en is dat leuk weg ook, hè? Een gouden van IJzer noemde Cruijff. Als je Mijnans en Van Mullen, dat zijn toch jongens, dat zijn laadbloeiers. Ja, Mijnans komt dan uit Spijkenisse. Van Mullen, die komt nog van Feyenoord vandaan. Ja, dat is toch leuk dat die nou toch wel, Van Mullen gaat zich ook steeds meer aandienen als vaste basisspeler. Voor we hadden het vrijdag aan deze tafel of Maurie Steijn toevallig een gouden pik heeft. Want aan geluk geen gebrek, dat was ook zaterdag in Arnhem weer zo. Aan de andere kant, op het middenveld loopt het dan niet, zaterdag tegen Vitesse. Hij grijpt in, zet Van Mullen neer, een paar wijzigingen. En dat gaat lopen. Het is een goede trainer, vraagteken? Ja, 100%. Ja, het is absoluut een goede trainer. Maar die was toen die tijd ook op het lijstje. Ik denk dat hij bij elke club wel op het lijstje staat. Hij heeft het altijd goed gedaan. Alleen bij NAC heeft het wat minder gedaan. Ja. Iedereen gaat onderuit bij NAC. Ja, dus nee, maar Marie Steijn is een uitstekend trainer voor Sparta. En laten we hopen dat hij nog een aantal jaren bij Sparta blijft. Wat ging er mis met Excelsior tegen Heerenveen? Dat viel op zich nog wel redelijk mee natuurlijk. Hè? Bijna nog die 1-1 gemaakt. Afgekeurd. Alleen met dat Hens moment. Want voor de rest... Kon Goudman natuurlijk niks kijk, aan doen. Wat er misging is dat Excelsior bar weinig wist te creëren tegen Heerenveen. Maar achterin hebben we ook wedstrijden gezien. Daar zie ik bij Excelsior echt een stijgende lijn in. Ik heb wedstrijden van ze gezien. Dat ik denk, wat een open huis is dit. Dat is gaandeweg deze seizoen zelf te komen. Dus dat vind ik wel beter geworden. Ook nu tegen Heerenveen. Niet dat die... week in week uit de kans aan elkaar rijgen met hun spel. Maar dat hadden ze op zich redelijk voor elkaar. Nee, maar die hebben natuurlijk 2, Sar en Van Hooijdonk. Dat zijn natuurlijk goede aanvallers. En die hebben ze volledig aan banden gelegd in die wedstrijd. Was een gelijkspel terechter geweest? Ja. Zeker. Maar Dijkhuizen doet eigenlijk alles goed met Excelsior. Hij stelt het sterkste elftal op. Meer sterker kan hij niet opstellen. Hij heeft het verdedigend veel beter voor elkaar. Dat heeft hij er toch, hè, wat jij net zegt, dat heeft hij goed ontwikkeld. Maar je hebt één probleem. Je maakt bijna geen doelpunten voorin. Dus dit is dan je beste voorhoede. En als er dan mensen ingezet worden, die invallers. Nou, dat is dan Van Duinen en die hebben nog nooit een goal gemaakt. Nee. Dit is Van Duinen niet. En vorig jaar ook volgens mij niet. Drie scoorde belangrijker tegen ADO toen. Maar goed, in die play-offs. Okay, maar... ja. Nou ja, het is wel aardig. Want dat is wat Marinus Dijkhuizen, de trainer, ook zegt. Als je goed naar hem luistert, heb je het idee dat hij niet zo heel erg tevreden is over zijn voorhoede. Nou ja, ik vond Lamproel matig, Kassous matig, Azarkan tweede helft prima, Van Duinen viel goed in, Driewet viel goed in. Dus inderdaad, voorin was het wat minder. Ja, en dat kan en dat is ook moeilijk. Op dit niveau kreeg je gewoon heel weinig ruimte, weinig kansen. Ja, weet je, Heerenveen heeft niet voor niks zo weinig goals tegen. Dat je weet dat je goed bent, dat je 3-4 kansen krijgt. Nou ja, de tweede helft hebben we al een aantal kansen gehad. Dus in die zin doen we het nog aardig, maar dit niet goed genoeg. Excelsior zakt inmiddels weg naar de 12e plaats. Het heeft maar 1 keer minder verloren dan Hekkensluiter Volendam. Gaat Excelsior dan toch niet de verrassing van dit seizoen worden? Nee, Excelsior, dat is mijn persoonlijke mening. Dus Excelsior die zal hopelijk op 14, 15, 16 gaan uitkomen. Ik denk wel nog steeds dat Volendam, die gaat er zeker uit. En ik hoop alleen maar van afgelopen weekend ook weer de laatste 25 minuten. Dan zag je weer de flair bij Excelsior. En dat het zomaar 1-1 kunnen zijn. En dat miste ik eigenlijk de eerste helft bij Excelsior. Maar ik denk dat Excelsior
16e, 15e, 14e gaat worden. Ze gingen eigenlijk pas risico's nemen op het moment dat ze achterkwamen. Ja. Toen ook nog Heerenveen die goal achter kreeg. Ja. Nou, dat is ook dan het probleem natuurlijk. Want als zij zo gaan spelen, dan krijg je natuurlijk heel veel ruimte. Heel veel ruimte. Dat gaat tegen goede ploegen die aanvallend nog beter zijn, ga je dan zwaar onderuit natuurlijk. Maar het probleem, ik weet niet of ze in de winterstop wat kunnen doen hoor. Maar je zal doelpunten moeten gaan kopen. Ja, dat valt te bezien, Harry. Of ze nog aanvallend zich kunnen versterken bij Excelsior. Overigens, als je zaterdagavond die wedstrijd zit te bekijken tegen Heerenveen, vraag ik me toch af, waarom speelt Van Ewijk bij Heerenveen en niet in de Kuip? Ja, die vraag kan je wel stellen. Ik weet nog zelf toen ik bij Sparta werkte, dat wij om de tafel hebben gezeten, omdat we hem heel graag naar Sparta wilden halen. Toen hij bij Excelsior Maassluis zat nog? Sparta had een samenwerkingsverband bij Maassluis. En toen kwam hij net kijken, ik had een tip gekregen van Dokan Konijen, de trainer. En wij wilden hem graag hebben. We hebben twee gesprekken met hem gevoerd, maar dat was ook weer dan dat de commercieel directeur, die was tegen ook die was ook bestuurslid technische zaken bij Excelsior Maassluis. En die had hem naar Den Haag gehaald. Hmm. Maar toen was hij nog niet klaar. En van Den Haag heeft hij het goed gedaan. Die heeft hij naar Heerenveen gegaan. En toen is hij naar Feyenoord. Maar eigenlijk had Feyenoord... Nee, hij is nog niet bij Feyenoord gegaan. Dat zou misschien wenselijk zijn. Ik vind wel dat hij na Den Haag naar Feyenoord had moeten gaan. En niet naar Heerenveen. Dan had je het al moeten zien. Dat die jongen enorm veel potentie heeft. Zijn snelheid. Ja, joh, die hebt die snelheid. En dat is precies die rechtsback die ik zou graag zou willen zien bij Feyenoord. Ja. En die zou ook een enorme toegevoegde waarde zijn voor de buitenspeler die daar staat. Want hij komt op, hij heeft zelf een goede actie, hij heeft zijn snelheid. Maar hij kan ook schakelen terug heel snel. Ja. He, dus maar Feyenoord moet hem nu kopen. Ja, het kost misschien 5, 6 miljoen, maar dan heb je wel een goede rechtsback voor de komende jaren. Nooit geblesseerd. Maar aan de andere kant, Geertruida is er, Pedersen is er nog. Je hebt op die positie eigenlijk nu niets nodig. Nee, je hebt linksback heb je nodig. Als Doetie Hartman deed het uitstekend. Maar ik vind met name de linksback, vind ik, als je dat gewend bent met Malasia en met Haps. Ja, dan, we zijn er drie, hè? Met Hartman, met Lopez, met Bjorkan. Ja, Lopez ben ik niet zo kapot van. Ja. Heeft wel ergens tegen. Had een goed debuut toen bij NEC uit. Ja. Ik zou nog eerder dan nog met de Hanko aan thuis de linkerkant spelen. Of thuis te gaan. Ja, en wie dan centraal achterin? Ja, maar dan zouden ze daar nog eentje bij. Want je hebt gewoon, als je kijkt naar, als je Europees speelt, wat je fysiek nodig hebt, met name met uitwedstrijden. Ja, dan zie ik zo Lopez dadelijk ondergesneld worden. Misschien heb Hartland nog wat tijdje nodig. Maar als je nog een goede centrale verdediger naast Thomas, dan kan je Hanko nog altijd linksback zetten met topwedstrijden. Ja, hij is wel goed daar, hè? Hij heeft die stuwing, hè? En hij komt ook wat vaker voor de goal. Tuurlijk, gisteren nog een kans, hè? Ja, dat is toch wel aantrekkelijk om zo'n gozer te hebben. Ja. Ik pleit er wel voor om dat centrale duo Trauner-Hansko, om dat vooral intact te houden. Want die moeten ook nog aan elkaar... Die hebben die periode nu gehad om aan elkaar te wennen. Je ziet Hansko ook groeien in die rol. De eerste paar wedstrijden vond ik hem defensief nog wel wat kwetsbaar met ruimte in zijn rug. Dat vind ik steeds beter worden bij hem. Ja. Dus om dat steeds uit elkaar te halen. Nee, maar als je wanneer het tactisch hebt, moet bij sommige wedstrijden als AZ uit, dan snap ik het. Maar ik zou dat niet. Ja, maar soms ben je genoodzaakt om met 3 achterin te spelen. Ja. Ja, dan kan hij ook de linkerkant pakken. Nee, maar als je tegen hem toe met 2 spitsen en je wil toch doorkomen aan de zijkant, dan kan hij daar spelen. Aan de andere kant kan je dan wel Geertruida daar centraal laten spelen. Dan staat hij wel met 2 rechtspoten centraal. Maar ik zie toch liever dan Pedersen op die rechterkant op dit moment. Ja, omdat hij nog meer gaat. Dat hij aan die buitenkant speelt. Ik vind het in de opbouw prettiger. Hoewel die jongen wel moet leren. Want als hij ingespeeld wordt, draait hij altijd terug. Hè. Ja. Daar word je helemaal gek van. Maar zonder bal en gaan, aan die zijlijn. Hoeveel goals en assists heeft Pedersen gegeven? Nee, omdat hij het niet helemaal goed invult. En hij is natuurlijk ook tweede keus geworden daar zo. Dus dat doet ook wat met je vertrouwen. Hè? Want toen Geertruida voor het seizoen terugkwam. Hè, die was toen geblesseerd geweest. En de eerste half jaar had Pedersen het geweldig ingevuld. En toen was er zelfs al internationale belangstelling voor die speler. Maar toen kwam Geertruida, die werd er gelijk neergezet. Om wat voor reden dan ook. Maar die werd daar wel neergezet. En toen is er een soort... is hij nooit meer dat niveau heeft hij gehaald, in ieder geval Pedersen. Over het niveau gesproken, Bijlo... Zetten ze hun vorm, denk ik, wel weer voort. Ja. Ook op bezoek bij Volendam. Zeg het nou maar eens een keer, Harry. Komende vrijdag gaat Van Gaal zijn selectie bekendmaken voor het Nederlands elftal. Op weg naar het WK. Nou ja, die gaat mee natuurlijk. Oké, maar gaat hij keepen? Ik denk dat hij voor de ervaring van Sillissen zal kiezen in eerste instantie. Maar dat Let maar op, dat gaat Van Gaal vrijdag nog niet zeggen. Nee, wel dat hij bij de selectie zit, maar niet wie zijn eerste keeper. Maar hij moet wel door kunnen blijven doen. Dit te gebeuren, dan zit hij erbij en zal nog een derde keeper meenemen voor de strafschoppen. Nou ja, dat weten we nou ondertussen wel. En dat is het. Maar ik denk dat hij in eerste instantie zo'n groot WK even eerst voor zekerheid kiest wat betreft ervaring. Dat denk ik. Wie denk jij dat de eerste keeper wordt? Ja, kijk, de laatste interland zat hij niet bij. Nee. Ja, hij is niet geselecteerd. En ik moet wel zeggen dat hij het wel verdient.
op basis van zijn prestaties. Maar Louis is niet zo iemand die heel snel gaat wisselen. En Frans Hoek heeft daar natuurlijk een hele belangrijke stem in. En als die andere keepers nou echt gefaald hebben, dan moet je je afvragen, is dat zo? Heb die van Heerenveen gefaald? Heb die Vlekken gefaald? Die Vlekken zeker niet. Pasveer vind ik wel. Die had een geweldige periode, maar de laatste periode niet. Maar die was eerste keeper, die heeft het internationaal goed gedaan. Ja. Het kan zomaar zijn dat hij er niet bij zit. Ik vind wel dat hij erbij hoort. Ja, Hoek zag gisteren in het stadion in Volendam. Ja. Dus die hebben hem echt uitgebreid nog eens even goed bekeken live. Ja. Op het veld, met alles erop. Maar die woont er ook in Volendam. Dus weet ik wel. Maar hij heeft hem even goed kunnen zien. Maar in zo'n stadionnetje kan je bijna horen. Hè? In de coaching en weet ik het allemaal. Hè, dat is wat anders dan je iemand in de Kuip gaat bekijken. Dus, ja. Maar het is wel raar dat je ineens van vierde keeper, maand geleden, en nu ineens eerste keeper wordt. Maar misschien ik vind het niet onterecht, maar zo dicht zit het bij elkaar. Ik denk dat Van Gaal hem daar een soort strafte voor zijn mindere periode. Van dat accepteer ik niet. Je zal elke wedstrijd er moeten staan. En daar is hij nu mee bezig. Je hebt altijd kritische geluiden gehoord van Van Gaal aan het adres van Bijlo. Ook toen hij hem nog wel opstelde. Dat is altijd een soort van kritische blik ten opzichte van de Feyenoord keeper geweest. Ja, dat is mij een beetje ontgaan, hoor. Geloof mij maar. Okay. Maar in ieder geval, ik denk dat hij nou voldoende indruk heeft gemaakt. We gaan dat zien komende vrijdag. En Giménez, is ook de vraag of die wordt geselecteerd voor de Mexicaanse ploeg op het WK. Levert geld op, hè? Ja. Elke dag als je een speler aflevert, dat is kassa voor de club. Hoeveel is het? Dat gaat in de tienduizenden euro's. Dat gaat best wel per dag, hè, is dat. Per dag. Twee. En ondertussen gaat Slot dan sleutelen, hè? Die gedurende de 6-7 weken voordat we begin januari weer gaan voetballen. Slot heeft die sleutel wel. Ja, maar heeft hij de sleutel om kampioenskandidaat te zijn daarna? Ik heb al gezegd, de competitie is zo zwak. Dat als ze al die kleintjes winnen, zoals we net gezegd hebben, van Excelsior, Cambuur, en zo gaat het nog maar door. En Feyenoord speelt altijd die grote wedstrijden. Spelen ze haast altijd goed. Ja, PSV thuis. Wanneer hebben ze voor het laatst verloren? Dat is niet zo lang geleden, toch? Nee, maar uitverloren natuurlijk recent. Ja, maar maar Feyenoord thuis is... Een paar jaar terug, toen werd PSV kampioen. Maar ik vind Feyenoord met name thuis. Zij is heel sterk. Maar AZ uit hebben ze geweldig gespeeld. Winnen ze ook die wedstrijd. Ja. Ook vorig seizoen heeft het hem gezeten. Waar Feyenoord de meeste punten laten liggen. De Utrecht uit. Heerenveen, Groningen, Twente bij de subtoppers. Ja. Dat is juist de stap. En dat gaan we in de tweede seizoen zelf zien. Want dan krijg je al die wedstrijden. Ja. Je weet wat de tweede wedstrijd na de winterstop gaat zijn, hè? Voor Feyenoord. Nee. Help me even. Ze beginnen met Utrecht uit en dan? Ajax. Ja, zo'n klein wedstrijd. Die staat die heb, niet, die heb staat jij niet op de radar al. Die staat niet meteen op de radar. Hey, Kees, het over thuiswedstrijden en spelen tegen grote clubs. De Kloes heeft er recent wel weer iets over gezegd, hè? Als het gaat om het blijven in de huidige Kuip. Sterker nog, de komende jaren zit een verhuizing er gewoon definitief niet in. Nee, was niet echt een nieuwe boodschap die hij afgaf. Hè? Want een paar maanden geleden sprak ik hem ook. Toen gaf hij ook al aan van we gaan ons de komende jaren richten op een verblijf in de Kuip. Daar is dan nu 10 jaar van gemaakt. Maar dat heeft er alles mee te maken dat, stel er komt eventueel een nieuwe planvorming. Tegen de tijd dat dan is uitgevoerd en er toch ergens iets nieuws staat. Of een gerenoveerd stadion staat. Al is die kans denk ik wel erg klein. Dan ben je al snel 10 jaar verder. Dus het blijft dat hij eerst, nu je dus weet, Feyenoord gaat de komende jaar in de Kuip spelen, dat er noodzakelijk onderhoud zou moeten worden uitgevoerd. Ja. Eigenlijk door Stadion Feyenoord. Maar die komen steeds met het argument, wij hebben daar het geld niet voor. Maar dat argument is op een gegeven moment niet meer houdbaar. Er moet daar gewoon echt op. Maar wat is dan de oplossing? Want hoeveel we ook met z'n allen ook aan deze tafel van die Kuip houden, op veel vlakken kunnen ze bepaalde zaken toch niet meer? Nou, uiteindelijk moet je dan dus, het zijn wel twee partijen die met elkaar samenwerken. Je kan praten over, want daar gaat het ook al heel lang ook in deze over, komt er één Feyenoord? Dan zou je ook de schuldenlast van Stadion Feyenoord overnemen. Kun je uitsmeren over meerdere jaren, kun je het zelf aanpakken. Je kan afspraken maken over dat je het, weet ik veel, voorschiet of met een externe partij. En dat je dan, ik noem hem gewoon dingen op die me te binnen schieten. Dat je korting op de huur weer krijgt. Of dat je dat weer op langere termijn aflost. Maar dat onderhoud plaats moet vinden. Ik mag aannemen dat ondertussen loop één rondje door het stadion. Dat iedereen het daarover eens is. Duurt te lang dit, Henk, toch? Of niet? Veel te lang. Ja, dit is nou al, ik hoor dit al 10 jaar. Ja. Ja, elke keer zijn er weer nieuwe ideeën. En wel eerder misschien over 2 jaar weer. Ja. Je weet het niet. Kijk, sommig onderhoud is bewust niet gedaan. Omdat de gedachte was van we spelen hier nog toen een jaartje of 4, 5.
Dus dit laten we dan liggen. Ja, dat verhaal ligt er nu natuurlijk. Maar wat ook heel vervelend kan zijn, is als je gaat renoveren, dan je gedeeltes van het stadion dicht moet laten. Ja. Ja, 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 dus dat je maar met 20.000 of 30.000 man in het stadion kan, 15.000 plekken. Ja, ja. Je weet wel, zo ga je dan, en dat duurt dan een paar jaar. Het is zo rommelig. Ja, maar renovatie is ook laatst uitgebleken. Dat Feyenoord ook even aangegeven van ja, dat is de plannen die er liggen zijn niet uitvoerbaar met alles wat er rondom de Kuip ook moet gebeuren als je er een eventuele derde ring op zou doen. Allemaal verborgen kosten die daarbij zitten. Er is geen doorgerekende business case bij renovatieopties. Dat is gewoon en blijft gewoon een heel erg moeilijk verhaal ook. Ja. Ja, of je moet net zoals AC Milan en Inter Milan in hetzelfde stadion spelen, dat je een deal maakt met een andere club, dat jij die thuiswedstrijd. Ja, welke club heb jij dan in gedachten? Sparta-man dit oppert. Dat... Ja, niet bij Sparta trouwens. Nee, nee, nee. Dat zal bij een andere club waar je 40.000 mensen... Ja, misschien wel de Vitesse, bij wijze van spreken. Er zit toch als niemand nu. Ja. Ja. Nee, dat was ook tegen Sparta ook weer, zag dat er weer troosteloos uit, hè? Een thuiswedstrijd van Vitesse. Ja, het is ook een rare ploeg. Dat is ook door de bouw van dat stadion, hè? Want er zitten er nog steeds 16.000. Ja. Volgens mij nog steeds de grootste club in Gelderland qua publiek. Ja. Maar doordat dat stadion zo groot is. Ja. Maar het is een duiventil van spelers altijd. Hè? Ja, allemaal buitenlandse spelers. Een kleurloze trainer zitten nou. Maar is het geen duivel die daar vliegt? Voor mij is het een adelaar. Cocu, echt de meest kleurloze trainer van Nederland hebben ze daar neergezet. Ben je dat ook, Henk? Oh, vreselijk. Hij wordt opgenomen, hè? Nee, sterker nog, wordt uitgezonden ook. Nee, maar die weet je wel. Ik vind het, ik zou het, Vitesse zou ik het niet doen. Ik zou wat meer... Ja joh, dat moet nou echt... Ik wil wel zeggen dat hij moet er nou zitten, bij wijze van spreken. Maar hij wil kwaliteiten, dat heeft hij ook in het verleden bewezen. Maar ik had een andere type verwacht. Het was wel weer genieten van Sparta, bij die 0-4 op bezoek bij Vitesse. En mag ik dan met name de laatste goal nog eventjes memoreren. Ja. Die wordt dan gemaakt door Verschuren, daar waar Engels, jouw favoriet, natuurlijk gewoon zelf kan scoren, ook echt in die positie komt. Maar iets binnen die teamgeest bij Sparta is dan toch dat hij hem afgeeft. Ja, nee, ik vind wat ik knap vind van Mario is dat hij altijd keihard wil werken. Het is heel frappant dat hij zo weinig scoort, want bij Roda was hij de absolute topscorer. Was hij de grote man. En toen mocht hij niet weg, alleen maar voor 1 miljoen en meer. Nou, daarna was hij transfervrij, is hij geblesseerd geweest, is hij Duitsland gaan voetballen. Maar ik vind het wel jammer dat hij maar iedere keer 5 minuten krijgt. Ja, 7 minuten krijgt. Ik had hem graag iedere keer 20 minuten gezien. En misschien gaat Stijn dat wel doen de komende periode. Geef nou een beetje de voorkeur aan Saito. En wellicht misschien dat hij dadelijk wat meer minuten krijgt. Maar ik vind dat Mario, dit is ook een publiekslieveling aan het worden. Ja, je hoort zijn naam gescandeerd worden. Net als bij jou, Dennis. Ja. Zie je, dat zegt dus niks. Jij bent denk ik nooit gescandeerd hè, bij Feyenoord. Nou, bij FC Den Haag waarschijnlijk wel. Ja, over je haar toch? Ben je ook zo'n Zet Mario naast Verheid neer en Ado gaat weer bovenin het linkerrijtje spelen. Oh, ga jij nu als buddy, als buddy ga ik gewoon zeggen van Mario. Maar nee, helemaal niet, want ik weet dat de wens van Mario is om daar toch mee te gaan voetballen. Maar Engels heeft ruimte nodig. Hè? Ja, en daarom zet Stijn hem vaak in zo'n laatste gedeelte van een kwartier, 10 minuten. Het is wel heel kort, of 5 minuten. Maar ook wel eens 20 minuten. En dan ligt de tent een beetje open. En dan met zijn snelheid en arbeid die hij levert. Ja, dan is het altijd een gevaar voor de tegenstander. Alleen ik vind hem veel te onrustig in de afwerking. Ja, klopt. En dat betekent dus dat hij ontzettend moeilijk een goal maakt. Ja. En zal er nog wat gaan gebeuren dadelijk in die winterstop bij Sparta? Als het gaat om versterkingen, zijn die überhaupt nodig? De podcast is er zo met Jesper Gudde, dus die vraag kan je hem stellen dadelijk. Dat is volgende week geloof ik. Ik denk dat Sparta, je moet uitkijken dat je hebt nu al een hele goede bank. Ja, en een goed team met heel veel flair, heel veel diepte. Je moet altijd uitkijken dat je niet nog meer spelers gaat, maar die met een bepaalde verwachtingsspeler gaan komen en die niet aan spelen toekomen. Want soms een selectie die te breed is, is ook niet goed. Nee. Ja? Maar je moet eigenlijk je bank zitten elk jaar weer. Ja, je moet niet te veel ontevreden spelers hebben. Precies. En nu is het al euforie, want het gaat goed. Valt allemaal de goede kant op. Sparta speelt ook goed. Er zijn ook geen spelers die echt blessuregevoelig zijn. Ja, je zou met oude Zaar, maar ze hadden niet verwacht dat hij nou alweer in de basis speelde. En eigenlijk weer wekelijks goed speelt. Want ze hadden eigenlijk Eerthuizen daarvoor gehaald. Ja, ik zou nou niet 1, 2, 3 weten bij Sparta. Waar Eén positie. Van... Eén positie op de radar. Want stel er gebeurt iets met Lauritsen en die ben je echt langere tijd kwijt. Qua wat er als backup achter de spits achter zit. Waarmee je dan dus zou moeten starten en die eventueel doorwisselen. Ja, maar zeg nou maar in het hele betaalde voetbal waar jij een goede spits vindt. Ja, zonder club. Ja. Of je nou maar naar Emmer krijgt. Dat is geen sterk argument om er dan maar geen te halen. Want ja, maar Sparta heeft nooit niet de financiële middelen in de winterstop. Want in de winterstop praat je die je er ook nog eens een keertje in moet passen. Ja.
dat je dan zegt van ja, dan moet je zo goed scouten dat je er weer eentje uit Noorwegen haalt of uit Litouwen of Estland. Ja, en dat je die zegt van luister eens vriend, wij gaan vanuit dat Lauwersen verkocht wordt. Dan moet je deze 6 maanden, kan je je helemaal eigenlijk een beetje wennen aan, het, aan de omstandigheden. Maar het is verschrikkelijk duur om een goede spits te halen. En dat, ik denk niet dat Sparta dat 1, 2, 3 kan. Wat waar ze bij Sparta nog wel mee op moeten gaan passen is de tweede helft van het seizoen. Is dat al die kleine clubjes heb je allemaal thuis gehad, hè? En ja, dat zijn Volendam, noem ze allemaal maar op. Maar ja, vrijdag komt Twente nog. Ja, Twente, nee, maar ik heb het even voor de tweede helft. Ja, ja, tegen Twente zullen ze ook waarschijnlijk een goede prestatie neerzetten. Want het vertrouwen is er, alles klopt. Maar in de tweede helft van seizoen ga je weer eigenlijk opnieuw beginnen. Hè? Je komt een lange winterperiode, noem ik het maar even. En dan krijg je al die clubjes uit. En dat zijn waar zij alleen maar hun punten halen. Dus ja, Emmen gaat niet uit bij Vitesse winnen. Nee, maar thuis tegen Vitesse. En dat is ook het gevaar voor Sparta. Ja, maar daarvoor denk ik dat Sparta ook op plaats 19 gaat eindigen. Want ik denk dat de Utrecht, die hebben een hele slechte periode gehad. Die hebben zoveel betere spelers. Heerenveen heeft toch wel iets betere spelers. Die gaan er net boven komen. Nee, ze worden echt een strakke middenmotor. 19, en als ze een beetje geluk hebben, worden ze 7e. Dan gaan ze de play-offs. Ja. En als ze pech worden, worden ze 10e of 11e. Nee. Maar elk jaar is dat eigenlijk zo. In de tweede helft van seizoen beginnen al die clubs die onderin spelen, die gaan dan opeens punten halen. Want ze degraderen bijna nooit met 18 punten. Maar meestal zo rond de 30 zitten ze wel. Heb je een mooi jasje aan vandaag? Dus, we hebben het over voetbal, Bart. Hey. Constateren wat ik zie. Keurig. Is dat omdat je dit je laatste van het dit jaar is? Even, ja, ik ga de winterstop al in. Ja. Ik ga me voorbereiden op het WK helemaal. Ja? Ga je dat met veel aandacht volgen? Oh, als ik tenminste mag kijken, want dat schijnt ook nog een probleem te zijn. Maar als ik mag kijken, kijk ik. Nou, jij mag vast wel gewoon voor de televisie gaan zitten, hoor. We gaan het hier namelijk bij laten. Mag ik jullie ontzettend danken voor zeer geanimeerde... Je stapt gelijk op. Gaat gelijk de jas aan. Nou, mensen zagen dit. Hij zou wat over zijn jasje moeten zeggen. Keurig jasje ook van Henk van Steen. Keurig jasje. Dankjewel voor je komst, Henk van Steen. Van je genoten van de voetbalwijsheden weer aan deze tafel. Kom nog eens terug. Dennis van Issel, jou zien we ook nog wel. Ook terug. Genoten? Altijd. Zeker met bril en kooltrui. En Harry van Laan, nou ja, bedankt weer voor een heel jaar. Ja. Staat de camera nog steeds aan? Ja, natuurlijk. Oké. Wil je goed te doen? Nee, je zegt wel, wat vind je van Ruud van Os? Maar oké, daar zeg ik niks. Die is niet in pand, daar hebben we het niet over. Harry, bedankt. Hè. Graag we zien elkaar na de winterstop weer. Tot zover FC Rijnmond op deze maandag. Wat betreft de sportredactie zijn we er natuurlijk woensdag. Hè. De Sparta-podcast, net al even door Henk gememoreerd. Op al onze kanalen te bezien en te beluisteren. Met Ruud inderdaad, die er dan wel is. En donderdag doen we een verslag van de inhaalwedstrijd van Feyenoord. Op bezoek thuis in de Kuip tegen Cambuur. Mond vol. Ik ga het afsluiten. Dank en een goede week. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Neco Ship Supply, Woonstudio Joy, Flexcraft Aldiver en Frans Metz de Bedderij.